eerste paas. Moederdag. Let's go. Simpel jongens. Als je niks hebt, valt er niks bij te halen. Misschien dat het dan een beetje ophoudt, het varen pesten. Ik bedacht me nog in één keer. Ik heb nog wel een paar kleine dingetjes aan waarde. Het wordt tijd om boodschap te geven aan Den Haag, jongens. Een boodschap die daar blijft staan. Een boodschap die, nou, in ieder geval hopelijk ook meneer Rutte onder ogen krijgt. Dus ik heb een big signing bij me. En het doel is, ik zeg het alvast op camera voor als het straks misgaat of wat dan ook. Het is heel simpel. Ik wil eigenlijk mijn horloge doneren aan de vijver van Rutte. En, want heel simpel, dan weet je, ik ben er gewoon klaar mee. Ik ben klaar met spullen, ik ben klaar met dingen weggeven om maar te betalen en te werken voor de staat of voor mijn ex. Jullie hebben gezien in mijn andere vlog, ik heb ervoor gekozen om mijn Corvette in te leveren. Oké, hij had wel een klein beetje schade, maar goed, dat is voor mijn ex. Dan heeft ze in ieder geval nog wat in deze coronatijden. Nu valt er niks meer, nou ja, bijna niks meer te halen. Dat gaan we nu voor regelen en dan ben ik plat zak. Hebben we helemaal niks meer. Mijn rekeningen zijn leeg. Ik heb nog 90 kilometer op mijn boordcomputer. En ik heb een boot. Ja, een opblaasboot. Want ik heb gezien dat voor de Tweede Kamer zit een eiland. En dat is mijn doel om daar de signing op te gaan zetten met mijn opblaasboot. Ik weet het. Het is weer echt een Gerrit idee. Ik weet het ook niet. Ik vind het ook spannend. Ik weet ook niet of ik nu eindelijk wel een keer opgepakt ga worden. Het is nog steeds niet gelukt. Misschien dat ze dit wel leuk vinden, misschien niet leuk vinden, maar het gaat uiteindelijk om één ding en dat heb ik jullie beloofd: meer zichtbaarheid voor Geef Varen zijn stem. Aan de andere kant, het is een heftig weekje geweest voor mij, jongens, emotioneel, maar ook financieel. Slaap daarom minder, ik merk weer dat ik wat minder ga eten. Dus dit wordt even weer de laatste actie en dan ga ik weer even opladen, want het is een zwaar gevecht. Kijk, op het moment dat je ergens strijdt voor het klimaat of wat dan ook, ga je naar huis, is het voorbij. Dit is iets wat je dagelijks meeneemt bij elke vader die ik met de kleine zie. Doet het me pijn of voelt het ook weer gelukkig? Ik denk, hij heeft het wel. Het is een rare tijd nu in coronatijden om wel voor de rekening te vragen. En de overheid die zet dat door middels van de gerechtsdeurwaarde. En nou, ik ga mijn laatste dingetjes weggeven aan de heer Rutte zelf. Dus ik ben benieuwd. Alle moeders op moederdag, laten we eerlijk zijn. Er zijn gelukkig heel veel lieve, goede moeders in Nederland, over de hele wereld. Maar helaas zijn er ook een aantal die in ieder geval hun eigen kinderen hun eigen vader niet gunnen. En voor die vader staan we hier vandaag. Realiseer je dat elk kind beide ouders nodig heeft. Zowel de moeder als de vader. In de coronatijden ook best wel handig. Nu in verband met het actievoeren. Want er is natuurlijk helemaal geen sterveling. Dus er is ook minder bewaking, minder mensen die kijken. Aan de andere kant, als het zo rustig is, valt het wel weer op als je een gele kano uit je auto gaat halen. Of zal ik gewoon er langs lopen en het gewoon het water gooien? Zou ik hier ooit nog eens gewoon in de Tweede Kamer willen werken? Verschil maken voor mensen. Oké, jongens, nou, dit is. Hier zit de Tweede Kamer dus. En dit is hun voortuin. En eigenlijk wil ik op dat eilandje een banner zetten. Ik zie ook nergens bordje staan dat je niet het water in mag of zo, of op mag. En waar kan ik mijn auto neer gaan zetten? Hoe kom ik het water in? Daar is het laagst. Daar is het handigst. Zal ik mijn busje laten staan gewoon of is dat weer net iets too much? Ik kan daar anders. Het is weer zo'n momentje dat je weet van, nu is er niks aan de hand. En op het moment dat ik nu de deur open doe, dan gaat het beginnen. Dus je voelt je hartslag stijgen. Het zou mooi zijn als ik hem gewoon daar neer kan zetten. Misschien niet eens naar het eiland gaan, maar ik hem gewoon daar aan de overkant neerzetten. Het waait wel weer heel hard. Ik moet in mijn bosje daar op het eiland zetten. Ik kan het misschien beter vastzetten. Ik hoop wel dat ik wind mee heb op terugweg van mezelf. Oh, nu moet de hele boot gaan opblazen. Nu past het natuurlijk niet in mijn auto. Dus dan moet ik hier nu een boot op gaan blazen in dit pak. Niemand die er is om je moed in te spreken hoor, jongens. Maar ja, ik ben ook zelf de gek die het bedenkt. Oké, het voordeel is, ik heb een gek pak aan. Ik ben iets geks aan het doen. Mensen zullen wel denken, het zal wel iets. Ik zie er in ieder geval niet uit als een van de. Je wil uit zo'n mafkees. Maar niet iemand die gekke dingen gaat doen. En dat ga ik ook niet. Ik wil gewoon puur die banner daar neerzetten. Dat is het idee. Ongelooflijk. De kano is opgeblazen, een beetje hulp dankzij u ook. En nu het idee om de banner op het eiland te gaan plaatsen. En er is nog niemand, dus laten we hopen dat we gaan doen. En laten we hopen dat ik binnen 10 minuten weer weg ben. Om in ieder geval even punt te maken voor alle vaders in Nederland. Dankjewel.
naar u toe. Ja, dat was natuurlijk te verwachten dat de politie kwam. Wel op paard, wel mooi, nostalgisch. Boot en een paard. Hey, zou jullie niet op beeld nemen hoor. Hey. Ja, heb ik bij me. Gewoon goed op gereageerd wordt. Ja, het is niet de bedoeling, dat begrijp ik. Nee, niet de bedoeling. Het is gewoon verboden. Ja. De banner daar gaan we natuurlijk ook Ik kan het ook eventueel voor jullie terughalen als jullie dat willen. Ja. Ik heb nou toch de boot liggen. Als ik een boete moet, als ik gearresteerd moet worden hierom, dan arresteer je het maar voor. Het is voor de vaders van Nederland. Dus ik heb voor de rest, wat ik zeg, mijn horloge erin gegooid. Het is voor een petitie, geef vaders een stem. Daar staat precies die banner. Het is wel aardig winderig. Dus ik zal, maar ik wil hem echt wel voor jullie ook wel weghalen, want daar hou ik hem zelf gewoon mee voor mijn volgende actie. Ik heb mijn punt wel gemaakt, denk ik. Kort voor, dan neem ik mijn verantwoordelijkheid. Als jullie me willen arresteren, neem ik verantwoordelijkheid. Nu, proces verbaal krijgt u wel. Proces verbaal, oké. Oké, okay, dankjewel. Ik mag ook mijn boot lenen hoor. Mag het ook zelf. Het is wel leuk. Het is een heel ander gezicht van zij. Oké, okay, nou ja, ik moet zeggen, ik neem mijn verantwoordelijkheid. Ik weet dat dit niet mag. Maar het is wel voor het doel. In ieder geval, dat vind ik zelf. Yes? Wat ze gaan doen, ik snap het ook, want je mag hier natuurlijk niet. Het water op, het is heel simpel, ik weet ook wat ik doe. Dus als dat consequenties heeft of zo, ik bied wel aan om niet terug te halen. Ja, dat zien ze ook niet elke dag natuurlijk. Maar nou, ik hoop dat ze een beetje op over hun hart gaan strijken. En anders is het bij mij artikel 64 of zo. Bodentrein. Zullen we zien, misschien moeten we prikken. We gaan het merken. Nou jongens, dit was hem dan weer. Bij het politiebureau, ik heb mijn beelden moeten wissen van op het eiland. Ik weet dat er iemand is die heeft een beeld opgenomen die daar liep. Dus hopelijk kan ik die beelden gebruiken. Ja, nogmaals, ik wil niemand pijn doen, ik wil niks doen. Ik wil de aandacht vragen voor geef vader stem. Dat is het enige wat ik wilde, jongens. Meer niet. Ik had jij nou voor de eerste keer in zijn leven vastgezeten, jongens. Tja, deze plek ken ik nog wel, jongens. Dat was de eerste keer dat ik toen was ik niet opgepakt. Nou. Minder dan de. Gelukkig als ik zie mijn auto nog knipperen. Die hebben ze gewoon laten staan. Oh, dit voelt toch meer dan thuis dan die cel waar ik net zat. Dus het is de eerste keer voor mij. Echt, ik moest eerst al mijn spullen inleveren. Zo'n dingen langs, dan weet ik het wat. En vervolgens zit je in zo'n kamertje. Waar echt helemaal niks kan natuurlijk. Ja, en vervolgens kreeg ik een verhoor, jongens. Ik heb echt een verhoor gekregen, omdat artikel 461 is als je natuurlijk op verboden terrein bent. Alleen in dit geval is het natuurlijk ook nog een terrein waarbij ja, toch wat grotere belangen zijn. Ja, en dan ben je verplicht om een verhoor te gaan. Ze hebben mij gevraagd of ik mijn boot, of ik de afstand van wilde doen. Toen zei ik eerst nee, want ik wil met mijn zoontje mee varen. Maar dat blijkt allemaal heel moeilijk te zijn en het is in een plaatsdelict gebeurd en weet ik het wat. Goed, succes. Alsjeblieft, Meccano. mijn uittrekding, mijn banner, mag ik ook niet, want die is nu ook gebruikt in de plaatsdelict, mag ik ook niet terug. Mijn telefoon vroegen ze of ze mijn codes mochten hebben, toen heb ik gezegd nee. of ik de telefoon wilde afstaan, ik zeg nee. Die heb ik dus uiteindelijk wel teruggegeven. Ik vraag me af of ik eigenlijk de rest wel moet afstaan, maar goed. Ik ben blij dat het nu zo is, dat ik mijn telefoon heb gekregen. Ik moet zeggen, de hoofd van de recherche, deze dame, ja, een dame inderdaad, die me verhoord heeft. Heel erg netjes, heel erg goed. Ja, het moet ook. Je mag daar niet komen, dus ik zal er waarschijnlijk nog een brief van krijgen van justitie. Ik zal waarschijnlijk iets van een boete of iets krijgen. Maar die neem ik ook gewoon. Ik ben niet beroerd om mijn verantwoordelijkheden te nemen. Dat heb ik ook gedaan voor mijn kinderen. Ik loop niet weg voor mijn verantwoordelijkheden. Ik neem ze. Ik hoop de moeders van Nederland ook. Yes, teken een petitie. Geef vader stem. Thanks for watching. Ik ga even rust nemen, jongens. Ik ben even peace out. Het heeft een paar duizend euro gekost en heel veel grijze haren deze week. Now it's up to you guys. I'll be back. Hey, je stuurde me net een bericht, zie ik. Die was onderweg. Ik zat een beetje in de. Ik doe mij maar een paar flyers. Ik zal een flyers. Ik zag de bus die herkent. Ja. Je moet weten dat ik net heb gedaan voor geen vader zijn stem. Dus ik ben net weer vrijgelaten. Dus je hebt geluk dat je de flyers hebt kunnen geven. Maar ik geef ontzettend veel net als mijn eigen zoon. Dus ik ga ik op mijn avond. Blijven houden ook hoor. Dus, zo kunnen we het toch heel mooi de slag maken. Dit van deze vlog afsluiten. Dank jullie wel. Dank jullie wel voor het geef vader stem. Zeker weten.